Het is eindelijk rond. Robin van Persie mag zich na 14 jaar weer officieel Feyenoorder noemen. De 34-jarige Rotterdammer en 102-voudig international heeft een contract voor 1,5 jaar getekend. Er was van de zomer was er al sprake van dat het zou kunnen gaan gebeuren. Dat is toen niet gebeurd en nu gelukkig wel. En ik ben nu hier en het is voor mij persoonlijk echt een mooie reis geweest de afgelopen 14 jaar. Bouchard en ik die zijn samen vertrokken met de auto naar Londen en we komen nu terug met 2 prachtige kinderen. En dit is ook voor ons een nieuwe fase en waar we alle 4 heel erg naar uitkijken. Prachtige goals gemaakt, heeft met de beste van de wereld samengespeeld. En uiteindelijk is hij zelf een van de beste van de wereld geworden. En ja, dat brengt hij mee als hij straks hier in de Kuip op het veld staat. En dat voelen die spelers ook om hem heen. En dat is niet alleen in de kleedkamer zoals iedereen voortdurend benadrukt. Het moet uiteindelijk gebeuren op het veld. En daar is hij zelf ook heel goed van bewust. En daarom wil hij ook heel hard gaan trainen. Omdat je toch hier bij het publiek wat wil laten zien en wat wil achterlaten in de laatste periode van zijn carrière. Ik denk dat je fit wordt van goede trainingen en dan minuten maken in de wedstrijd. En dat is ook het doel voor de aankomende periode. Ik heb vandaag mijn eerste training gehad en die ging heel goed. Ik voelde me heel lekker en ik was heel blij om op het veld te staan. Het was een goede training ook. En morgen hebben we nog een andere training. Dat is dan gelijk de dag voor de wedstrijd. Dus het is kort dag, maar er is denk ik wel een goede kans dat ik bij de selectie zit voor woensdag. Maar dat gaan we morgen bekijken. De beker, dat is de grote prijs die Feyenoord wil pakken. En die is over volgens mij een kleine 10 dagen tegen PSV. Ook hier in de Kuip is de kwartfinale. De belangrijkste horde op weg naar die beker, die moet eerst genomen worden. En het is misschien wel heel belangrijk als Robin daarin de ploeg kan leiden, dat hij daarin een eerste flinke aanzet kan geven naar misschien een nieuwe prijs. En tegelijkertijd wil het hele elftal met hem voorop gaan klimmen op de ranglijst. Ik heb de laatste jaren natuurlijk als spits gespeeld. In het verleden heb ik bij Oranje zelfs een paar jaar als hangend op rechts gespeeld. In een soort vrije rol, dicht bij de spits. Ik heb zelfs links gestaan. Bij Arsenal ook speelde ik de eerste paar jaar, of tenminste het eerste jaar speelde ik niet zo heel veel, als ik heel eerlijk ben. Maar vanaf jaar 2 tot 4-5 speelde ik ook als linksbuiten. Ik heb in de jeugd heb ik vaak op 10 gestaan, linkshalf, rechtshalf. Dus ik heb de voorste 6 posities heb ik eigenlijk allemaal wel gedurende 20 jaar gespeeld.